Gebruik je dan weer, daar heb ik ook een riempje bij hoor. Oh. Kijk, de riempje kan hierover, hierdoor en dan komt hij hierover. En dan wordt hij aangedreven, ja. En dan wordt hij aangedreven. En dit is de regulateur. Dat is ervoor als je er een orgeltje op laat draaien. Ah, dus altijd hetzelfde toerental blijft. Precies. Ja. Kijk, en dan kun je deze eruit draaien. Zo. Ik kan ze een steintje verzetten. Zo. Kijk, nou staat hij in de versnelling. Ja. Nou staat hij, dit is de kleine op de grote, dus dit is het langzame. Ja. Kijk, nou staat hij in de eerste versnelling. Dan zet ik deze hier weer in. En dan kun je ermee rijden. Ja. Kijk, maar wil ik naar de tweede versnelling, dan doe ik deze pal, die doe ik weg, zo. Kijk, en dan gaat hij daarheen. Och. En dan doe ik hem hierin. Geenig. En dan staat hij in de tweede. Ja. En hoe hard loopt hij dan? Kilometer of 12, denk ik. Ja, dat is nog een mooi snel eentje. Ja, in die buurt. Ja. Jurgsum. Ja, ik hoor een mooi zuigen, ja. Ja. En dat is het overdrukventiel deze, hè? Ja hoor. Ja, er zitten twee op, hè? Ja, oh ja, ja, op de ketel moet er een en op de zuiger. Ja, deze zit er boven op het blok. Er gaat eentje open, als het te erg wordt, dan gaat die andere er ook weer open. Oh. Nou, meestal... Die gaat, ja, want voordat je zelf begint, moet je hem eerst een paar slagen zelf doen. Ja, ja. Dat er direct een beetje naar de schuif een beetje olie heen gaat. Ja. En op zijn zuiger, wat erin zit, zitten er ook zuigerveren op? Ja. Eigenlijk net zoals een auto, zo kunt vergelijken. Ja, precies. Okay. Ja. Ja hoor. Ja. Nou, en als je dan begint, en dan kun je de kraantjes die kun je openzetten. Kijk, want dan komt je eerst ook nog wat water in de zuiger. Water, dat is gewoon water. Dat is mooi, hè? Ja, heel mooi. Dat maakt een twee toeren. Ha 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 ha.
nog wel zijn dat ik deze, dat voorstuk een beetje langer wil maken. Mm-hmm. Dus deze die kan ik ook inkorten, dan kan ik doen wat ik wil. Ja. Dus. Dus. Maar dit is klaar en dit is klaar. Allemaal soldeerd. Ja, hard solderen. Hard solderen, ja, ja, ja. Hier, daar ziet die gasfles hier over staan. Ja, 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 ja. Oh. Oh, 30 jaar, Jan. Dus, en, mm-hmm. en dit is van de slinder. Een slinder, ja. Ja, ja. Kijk, het slinderblokje, dat staat daarin. Ja, die heb je daar al in staan. Ja. De slinder zit erin. Kijk, hier ben ik nou mee bezig. Dit is de uitlaat en dan moeten de inlaten er nog in. En dan moeten die stoompoorten die moeten daar nog naar de zijkant toe. Oh ja, dat is toen voor of achter de zijkant. En dan komt dit later. Deze ene komt bovenop. Kijk, eentje die komt hier bovenop zo. Die komt hier bovenop. En, mm-hmm. en deze die komt weer op de zijkant. Mm-hmm. Dus in dat zijn de deksels er weer bij. Mm-hmm. En deze die komt hier weer voor, zo op. Is dat dan dubbelwerkend, dat de stoom voor- en achterkant? Ja, beide kanten. Dubbelwerkend? Ja, ja. Eén keer moet de stoom aan de achterkant, één keer aan de voorkant. En zo drukt hij die zuiger gewoon heen en weer. Ja. En dit is de pomp, die is al klaar. Oh ja. Kijk, dit is het pompje. Die heb ik ook klaar, die kan ook zo in de frame gemaakt worden. Dat zijn de steunboutjes die in de ketel moeten. Ja. Dus. Dat is ook veel werk, hè? Ja, ja, ja. En de boutjes ook zelf gebeurt, Jan? Nee, de boutjes nee, nee. Toch... Nee. Ja, dat is allemaal klaar. En doe je die ook dan in onderdelen, losse onderdeeltjes en dan solderen? Ja. Kijk, dat of hoe los. Zit er... Of is het uit één stuk? Wat bedoel je, dit? De kas? Deze die heb ik opgebouwd. Ja, stukjes. Ja, 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 ja. Ja, is allemaal klaar. Wielen klaar. Hartstikke chic. Ja. Nou, dit stukje heb ik helemaal klaar. Maar daarom ook. Is het een veer nog, hè? Ja. Ja. Ja, ja. Maar zo, dit is allemaal dummy, hoor. Ja, ja, ja. En de dynamo is ook. Dit is de stoomdoon. Wat gebeurt er met de stoomdoon? Daar zit een stoom in. Ah. Oh, dat verzamelt het. Ja. Twee veiligheidjes erop. Ja, die staan op verschillende druk, Jan, die veiligheidsverdelen. Zeg dan. En allebei hetzelfde. Ja. Zo in dekken. Ja. En dan krijg je de kolen erachterin. Ja. De kolen die komen daarin. De plekken staan erop. Och ja. Moet je even wel een klein kooltjes op hebben. Ja. Dat zijn deze. Mm-hmm. Dat is een mooi klein. Ja. En hoe lang duurt er zo eentje om op temperatuur te gaan? Ben je ook een drie kwartier kwijt, hoor. Oh, oké. Okay. Een half uur. Ja, kijk, daar komen we eens in. Mm-hmm. Hier in de gas. Okay. Kijk, daar kan ik al mee aandoen. Kijk, hier. Wat hebben we, de regeling voor de stoom? Die gaat naar die stoomdoom. Ah, ja. Daar zitten dus twee schijven in. Ja. En daar zitten gaatjes in. En die kan ik zo draaien dat het bijna maar weg is. Doe ik hem open en dan komen die gaatjes bij elkaar. Ja, dan komt er meer stoom. En dan komt die stoom, die kan naar die leiding en dan gaat er naar voren toe. En dan gaat er nog weer een keer terug naar de vuurkist. Ja. En dan gaat het hierheen en dan gaat het naar de slinger. Dus over dubbel ver. Ja, ja. Ja, dan wordt het nog weer verwarmd. Ja, ja, ja. Zo ja, werkt het. Want hoe stoom. Ja, je hebt dan maar 100 graden, maar je kunt er dus naar. Het is de stoom, de temperatuur komt zo'n beetje op 165 graden. Ja, ja, ja. Ja, ja. Daar komt het op. En dan kon de afgewerkte stoom, die ging naar een, die hadden ze ook met dubbele cilinder. Ja, dat is hier ook zo. Ah, ja. En dan wordt de stoom wordt afgevoerd door de schoorsteen. Ja. Ja. Oh, uiteindelijk gaat het ook echt door de schoorsteen? Door de schoorsteen weg. Oh. Dus, maar ik heb ook, kijk, je hebt daar ook nog weer kraantjes zitten. Kijk, als ik wegga, kijk, dan kan ik die kraantjes open en dicht doen. Ja. Kijk. Ah ja. Nee. Maar is het ook voor het water? Ja.
dat water wat in de slinder blijft staan in het begin, dat water moet weg. Ja. Dat moet stoom zijn. Ja. Mm-hmm. Dus dan doe je je kraaien zo en dan spuit dat weg. Ja, oh, dat zie je ook in de film. Ja, precies. Ja, 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 ja. En dan komt er stroom. Ja, ja, precies. Zo is het gewoon. En dit is dus dan de tweede trap van die slinder of zo? Dit is de schuif. Dit is gewoon puur stuif. Ja, ja, ja. Die zorgt ervoor dat de stroom naar beneden gaat in de schuif.